We gaan kijken. Gisteravond zaten ruim 2,8 miljoen Nederlanders weer aan de buis gekluisterd voor Wie is de Mol. En we moeten natuurlijk nog een weekje wachten op het verlossende antwoord. Maar Sarah is absoluut hoofdverdachte. Sarah, zag jij net op tijd het licht? Of hield jij je wekenlang aan je ingestudeerde molscript? Wie is de Mol nadert na 9 weken de ontknoping. Volgende week komt de mol boven grond. Finalist Sarah kan niet meer normaal over straat. Ja, ik vind het wel te gek om te merken dat het echt zo groot leeft bij het Nederlandse publiek. En ook bij kinderen bijvoorbeeld, dat wist ik ook niet. Dat echt heel veel kinderen kijken, heel veel families. Ja, echt top. Ik ben toch stiekem wel een beetje zenuwachtig, want het is toch de finale. Eigenlijk kan er niemand meer afvallen. Iemand kan winnen, iemand kan verliezen en iemand is gewoon de mol. Het was lastiger om geheim te houden dat ik meedeed. Omdat dat was echt iets wat, ja, wat ik gewoon heel graag ook wilde delen. Vooral ook met mijn familie en met mijn vrienden. En nu als ik niks mag zeggen, dan begrijpt men dat. Dus je kan zeggen, ja, ik mag er niks over zeggen. Oh nee, ik begrijp het. Tijdens de trip door Colombia valt het afscheid nemen van de 7 medekandidaten zwaar. Ik vond die van Evelien heel heftig. De joker die jij hebt ingezet is opengemaakt. Het lijkt erop dat een van de andere kandidaten hem heeft omgeruild. De blondine houdt haar lippen stijf op elkaar. Er is maar één iemand die ze heeft verteld of ze de mol is of niet. Ja, Kai weet alles. Dat is mijn, mijn vertrouwenspersoon. Dus die vindt het te gek om het allemaal, te zien natuurlijk. En aan hem kan ik wel mijn verhaal kwijt. Dus dat is super fijn. Voor veel molloten is Sarah de mol. De actrice is verbaasd over alle theorieën. Mensen bedenken echt de gekste dingen. En ik vind het vooral heel knap. Ik vind het heel knap hoe al die molloten weer van alles vinden. En ja, we gaan erachter komen wat niet en wat wel waar is. Ja, het is spannend. Jij gaat zaterdag voor ons ook naar Fondos VS, want daar is dan natuurlijk de grote finale. Ik heb zelf gisteravond niet gekeken, want ik zat in de kroeg. Oh ja? Dat was toch zaterdag. Wat zonde. Maar jij hebt wel gekeken. Hoe zit jij op de bank dan, Aaron? Nou, heel gespannen. Dit is bijna de ontknoping. Mensen kunnen er alleen niet tegen dat het dan nog een week duurt. Hè, want dan draait Rick zich om. Dat zie je volgende week. Nou, dat is natuurlijk altijd even weer, oh nee, moeten we nog langer wachten. Ook al weet je dat ook al weet je altijd. Het is altijd toch een soort dwaalspoor bij Wie is de Mol. Want je hebt elke keer je kan een soort tunnelvisie op iemand hebben. En dan zit je er helemaal op en dan blijkt het totaal iemand anders te zijn. Nou, dat is dit jaar ook weer het geval. Heel veel mensen zitten op Sarah. En waarom is dat toch? Omdat Sarah, denk ik, actrice is. Omdat Sarah een soort van ontwikkeling doormaakt in die uitzendingen. Ook eerst een beetje onopvallend. Dan gaat ze ineens allemaal mollen. En ineens zit ze dan in die finale. En dan denk je, ja, actrice, die moet het zijn. Het zou een veilige keuze zijn. Ik heb zelf nu zoiets van, het is Merel Westrik van het RTL Nieuws, onze collega. Kijk, hier zie je trouwens 31% denk Merel. Dit zijn de mensen die Wie is de Mol volgen via de website. Niels slechts 27%. Daar hadden we het net nog over. Hij zou echt een waanzinnige mol zijn, want niemand zit eigenlijk op hem. En dan hebben we Sarah met 42% van de kijkers die haar verdenken als de mol. Maar waarom denk jij zo die Merel? Nou, Merel is presentatrice van het RTL Nieuws. Dat is geen actrice, maar ik heb het gevoel dat ze toch een rol speelt in Wie is de Mol, waardoor ze steeds bewust is dat ze dat moet aanzetten of uitzetten. En nou heette de aflevering van gisteravond Drijfveer. Ja. En ik heb iets gezien. Zij zat met dat molboekje. En wat zat er in dat molboekje? Laten we even kijken. Al dat soort stomme dingen onthoud je. Straks is het een vraag. En één vraag achterstand kan je zomaar de kop kosten in de finale. Waar staan jullie dan? In de finale. 2 vrouwen en een man. Ja, dat was dus een veer, drijfveer. Maar wat je ook net zag, was er zit steeds een soort link naar vogels in. Je ziet constant vogels door het beeld vliegen. En ook op het moment dat het dus bekend moet worden gemaakt, hoor je op de achtergrond alleen maar dit gaat heel ver. Dit gaat heel ver aan dus baden. Dit ook weer een truc zijn van de montage. Maar wacht even, ik heb namelijk een muurschildering gezien, waar een aapje op zat. Dus dan kunnen we meneer Nielsen inzien. Ja, ik ga ver. Het gaat heb je ver. Dat een aap gezien? Over muurschilderingen gesproken. Dit is een puzzelstukje, zei Aaron. Dit is waarom Sarah ook heel erg wordt verdacht. Die puzzelstukken die drijven steeds in de lieder rond. En als je dat bij elkaar zet, kijk, dan zie je een kunstwerk. En daar zou het gezicht van Sarah in herkend worden. Ja, sorry, maar en we krijgen zojuist nog ook allemaal kijkersmail binnen van mensen die ons willen tippen dat het Sarah is. Want dat kunstwerk heet dan weer Sounds and Colors. De S en de C, de initialen van Sarah Gronis. Kortom, het gaat ontzettend ver. Volgens mij zijn er gewoon ook heel veel kijkers die
zelf die hints maar bedenkt. Terwijl die maker er helemaal niks, geen bedoeling mee heeft. Nou ja, dat denk ik ook. Want ik denk dat ze bij de montage iets hebben van, nou, waar zitten mensen op te letten? Je gaat op alles letten. Let op de blik van Merel als de drie kandidaten, de finalisten dus eigenlijk, voor Rick staan. Ja, kijk, dan zie je haar mond. Kijk wat ze doet met haar mond. Ze heeft elke keer zo'n trekje met haar mond dat ze een beetje denkt van, oeh, hoe moet ik nou mijn mond houden? Maar dit kunnen ook ontzettende zenuwen zijn gewoon voor dat moment, toch? Ja, maar als je de of zij bent, is gewoon een goede actrice. Dat kan natuurlijk ook. Dat zou echt dat maar zou wat heel een sterk grap zijn als het straks Nielsen is. Ja. Iedereen zit op die dames en iedereen nee, denkt... Ik heb nog nooit een aflevering gekeken. En jij begrijp me niet, maar ik heb vanaf dag 1 gezegd, Nielsen is de mol. Nou, heel dat sterk. Was goed. Dat was niet ben jij familie zou... van jouw man, hè? Nee, het zou heel knap zijn dat je geen aflevering hebt gezien. Ik heb 20 minuten gezien en ik denk ook dat Nielsen is. Zeker Niels hier op de bank. Het is koffiedik kijken. Aaron, ik zou voor willen stellen dat jij, als Chris Segers het niet meer wil doen, dat jij naast Margriet gaat staan bij Mol volgend jaar. Ja, want je zit er helemaal in. Ik zit er helemaal in. En nog even, Merel heeft nou ook gereageerd zelf even. Die blikt een soort van terug op dit seizoen, hoe zij in Wie is de Mol zat. Ik had op werk verteld dat mijn keelamandelen geknipt waren. En ik hou best wel van lachen. Dus ik was best wel bang dat iemand zou zien dat ik wel mijn amandelen nog zou hebben. Dus dat vond ik toch een beetje spannend. Dus ik was heel blij toen uiteindelijk bekend was dat ik had meegedaan. En daarna dacht ik, het enige wat ik nu nog moet onthouden is niet vertellen of niet eerlijk zijn over hoe lang ik erin zit. Nu is het gewoon de finale en nu is het enige vraag is, ja, ben ik de winnaar? Ben ik de verliezend finalist of ben ik de mol? Tot slot, volgende week is dus die grote finale hier in Amsterdam in het Vondelpark. Gaan we daar nog iets anders zien dan dat we normaal zien, dat jij weet? Grote ontknoping. Nee, live maakt de mol zich bekend. Komt bovengronds. Is gewoon een heel evenement daar. 2,8 miljoen kijkers gisteravond alleen al. Dus dat gaat nog wel omhoog. En de eerste live show voor Wie is de Mol? Voor Rick natuurlijk. Absoluut. Ook spannend voor Rick. Dat doet hij ontzettend goed, de presentator. En we weten ook nog niet of de winnaar en de verliezer en de mol al weten dat ze het zijn toen in Colombia. Of ze dat pas daar horen. Sinds mei moet ze dat dan geheim houden. Horen we allemaal volgende week. Nog een paar nachtjes slapen.